samen sterk voor onze buurt. Wij zijn samen sterk voor de droombollen. De Dekenmarkt heeft een sponsoractie voor goede doelen. Bent u daarmee bekend? Ja, daar ben ik zeker mee bekend. Er staat hier een groot apparaat in de winkel waar je je bonnetjes kan inleveren. Ja. Ja. U weet ook dat de Droomwolk van Stichting De Baan een van de goede doelen is? Nee, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Nee. Okay. Weet u wat de Droomwolk inhoudt? Nee, dat mag u mij uitleggen. Oké, dat wil ik u graag uitleggen. De Droomwolk maakt dromen voor en door mensen van Stichting De Baan waar. Dus iemand heeft een droom, dat kan bijvoorbeeld het passen van een bruidsjurk zijn. Die krijgen wij binnen en dan ga ik met mijn productieteam, bestaande uit mensen met een beperking en zonder een beperking, gaan we kijken of we die waar kunnen maken. Waar we hier nu voor staan, is dat we foutjes krijgen. U doet boodschappen, u heeft een aardige tas vol, zie ik. Ja, zeker. Voor iedere 10 euro krijgt u van ons een foutje. En wij maken daarmee kans op een deel van de 5000 euro die Dekenmarkt sponsort. Nou, wil u daaraan meewerken? Absoluut. En ik heb net mijn kaartjes al bij uw collega ingeleverd. Nou, top. Ja. Helemaal goed. Dank u wel voor uw medewerking. En het is goed dat jullie hier staan, want anders had ik het niet geweten. Nou, dat hopen wij ook, dat een heleboel Haarlemmers nu hier naartoe komen. Vandaag staan we hier. Maar ja, de rest van de week kan iedereen nog op ons tot 24 november stemmen. Zodat we een zo groot mogelijke punt uit die taart van 5000 euro krijgen. Ja, hartstikke goed. Dan... Nou, volgende keer krijgen jullie weer mijn aandeel. Nou, hartstikke goed. En van jou ook natuurlijk, hè? Wij zijn een droomhoek. Droomhoek is mensen met een beperking die een droom willen inleveren. En dan gaan wij op pad met het team, met de cameraman. Ja. En dat doen we een paar keer per jaar. En door middel van die donatie kunnen wij meer dromen bewezen worden. Oké. Okay. Dus, jullie staan wel onderaan, dus jullie hebben het hard nodig. Ja. En dan gaat hij hier dus... Dat had ik net gedaan, maar die is weer klaar, denk ik. Die mag hier in. Nee, ik heb nog niet gestemd, zeg maar. Ja? En dan die? Dromen. Nou, helemaal goed. Die gaan hierin. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Ik ben heel goed. Ik ben heel goed. En ja, u hebt dat boekje, hebt u al? Ja, dat boekje heb ik al. Ik heb hem net in de tas gedaan. Oké, okay, wij doen zeg maar de mensen die een droom hebben, maken we dan waard. Dus mensen met een beperking. En daarom dat we hopen dat we heel veel stemmen krijgen hiermee. Nou, dat gaat vast lukken. Heel veel succes. Dank u wel. Goedemiddag mevrouw. Wij zijn van de Droombolk en we staan vandaag op wie gaat u stemmen? Ik ga op de droom stemmen. Oké, helemaal goed. Om verder te gaan. Ja, en dan hier staat de droomboek. Ja, en dan zijn we op ons. Helemaal goed. Dank u wel. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl en je mobiele telefoon.